Vandaag was een aangename zomerdag. De komende dagen wordt het bloedheet. Vandaag lag de temperatuur in de middag rond de aangename waarde van 20 tot 25 graden. De komende dagen draait de wind naar het zuiden tot zuidoosten en daardoor wordt het een stuk warmer. En dat merken we morgen al. Morgen blijft het echter wel droog, want een hoge drukgebied ligt nog in onze omgeving. Daardoor zijn er wel wolkenvelden aanwezig, maar regen wordt er niet berekend. Wel op de donderdag, want dan komt dit lage drukgebied dichterbij en dat betekent onstabiele lucht. Maar vanavond is het nog aangenaam en morgen blijft het dus droog. Het is tamelijk zonnig morgen. Stapelwolken ontstaan er in de loop van de dag. En voor het eerst dit jaar bereikt het kwik de tropische waarde van 30 of 31 graden. Met name in het midden en in het zuidoosten van het land is dat het geval. Langs de stranden is het door een wind van zee in de middag minder heet. En ook in het noorden van het land is het minder warm. Maar daarna wordt het overal tropisch heet op de donderdag. Het wordt drukkend en benauwd. Later op de dag kan er een enkele regen- of onweersbui ontstaan. Met name in het zuiden en westen van het land. Op vrijdag verwacht ik overal in het land een paar stevige buien. Mogelijk met onweer. Lokaal kunnen ze veel regen opleveren. En ze trekken van zuid naar noord over ons land. En ook dan is het nog behoorlijk warm. In het weekend wordt de hitte verdreven, want dan draait de wind naar het westen. Zaterdag wordt het gemiddeld genomen zo'n 22 graden. En op zondag weer zomers met 26 graden. En daarbij schijnt de zon van tijd tot tijd en valt er slechts een enkele bui. Dus de komende tijd is het licht wisselvallig zomerweer, maar morgen is het nog droog. Ik wens u een fijne avond.